Het is 8 september vandaag. Dat wil zeggen dat we met z'n allen, niet met z'n allen, maar toch met velen, exact een week op de schoolbanken terugzitten. Want het schooljaar is een week geleden begonnen. En ja, dat zijn niet alleen schoolgaande jeugd die dat moeten doen. Af en toe zijn er ook wel eens wat volwassen mensen die opnieuw een cursus moeten opfrissen. Waaronder ook minister Hilde Krevits. Hilde, een heel goedemorgen. Goedemorgen. U zit vandaag ook weer op de schoolbanken op een bepaalde manier. Ja, straks is er een les die ik ga volgen met het Rode Kruis, een les IHBO, samen met een aantal andere volwassenen om onze kennis wat op te frissen rond reanimatie en eerste hulp bij ongevallen. Ja. Oké, heel essentieel, maar is je kennis daar zo beperkt op dat vlak? Ik denk dat de kennis van heel veel mensen erg beperkt is. Uh-huh. We zien, als we de vergelijking maken met Nederland, zien we dat bij ons maar 1 op 3 mensen durft ingrijpen als er iets gebeurt. In Nederland is dat 2 op 3. Vandaar dat ik daar ook wel wat aandacht wil aan besteden. Niet alleen bij de jongeren in de klas, maar ook bij volwassenen. Ja, trouwens, overmorgen is het, hoe heet het ook alweer? Het is de Wereld Eerste Hulpdag overmorgen, op zaterdag, effectief. Dus zeg, dan kunnen we massaal hulp bieden. Het zal wel. Mogen we een klein testje met u uitvoeren om te zien hoe het met uw kennis gesteld is? Ja, gewoon om te zien of er werk komt. Zijn. Ja, eigenlijk niet, want ik moet nog naar de les. Ah, ja. maar misschien, we gaan het gewoon even checken hoe goed of hoe slecht het precies gesteld is. Heidi, wat is Om te beginnen. Wat doe je als je gebeten wordt door een kwal? Ah, ja, daar heeft u ervaring mee. Ja, dat is een heel vervelende toestand. In mijn geval was dat in de zee teruggaan. Een beetje zout water erop. En dan zijn ze gekomen met scheerschuim en een scheermesje om het vergif er een beetje uit te halen. Is het echt? Dan is er cortisone zelf opgedaan. Maar u heeft wel heel goed geantwoord, want zout water is inderdaad de eerste remedie tegen een kwallenbeet. En niet zoals veel mensen denken, pipi. Nee, gelukkig, dat zou in mijn geval niet zo geweest. Dat is ook goed om te weten. De volgende vraag, Heidi. Ja, bij brandwonden is er 1 belangrijke leuze. Eerst puntje, puntje, de rest komt puntje, puntje. Vul aan. Water erop? Ja, dat is inderdaad waar. Eerst water en de rest komt later. Zo simpel is het eigenlijk. Ah. Maar wat blijkt u van dat water? Mensen denken altijd van ijskoud water erop klappen. Nee, warm water. Lauw. Goed zo. Ja, geen warm water, nee. Lauw water. Kan beter iets anders gaan doen vandaag. Ja, misschien winkelen of zo. Nee, misschien ook nog een interessante als het gaat over reanimeren. Weet u op welk tempo dat moet? Het is eigenlijk de tempo van een bepaald muzieknummer dat u moet aanhouden om te reanimeren. Oh ja, ik ken een liedje. Goh, maar ik weet het niet meer. Ik zal het eens laten horen. Heel toepasselijk. Staying Alive van de Bee Gees. Dat is het tempo dat je moet aanhouden om te reanimeren. Ook op aangepast, ja. Ah ja, absoluut. Voilà. Nog 1 vraagje. Nog eentje. Als er iemand flauw valt, wat geef je die dan van eten of drinken om zo snel mogelijk te recupereren? Wel, ik weet dat als er iemand flauw... Ik heb zelf een lage bloeddruk, dus het gebeurt soms wel eens dat ik flauw val. En dan is het benen in de lucht, hoofd naar beneden. Maar van eten is het van mij meestal ofwel een cola, dus suiker. Ofwel, in mijn geval, omdat een lage bloeddruk is, zeer snel zout genoeg krijgen. Goed. En een handige tip daarbij is, in plaats van zoute chips, paprika chips. Want in paprika chips zit meer zout dan in zoute chips. Nee, echt waar? Ja, dat is echt waar. Kijk. Oké, voilà. Of een bouillon. Dus ik heb dat leren drinken. Bouillon. Oh, ja. Een bouillonnetje. Of een goede stek met heel veel zout op. Dat is misschien dan weer te ver. Maar ik vind dat u ongelooflijk geslaagd bent, nu al. Ja. Je hebt ook op mij wel toepasselijke vragen gesteld, vind ik. Dus een klein beetje. Heel veel dank. Een klein beetje, ja. Dat klopt. Maar veel plezier in de EHBO-les zo meteen. Ja, en we gaan met z'n allen daaraan denken ook allemaal. Ja. Tot de volgende keer. Tot later. Dag.